Hoi allemaal. Wat een bijzondere Koningsdag hebben we dit jaar. Koningsdag is woningsdag. Geen vrijmarkt, geen leuke spelletjes en vooral proberen met z'n allen thuis te blijven. Om dat iets feestelijker te maken en om daar iets meer jeu aan te geven, hebben wij twee hele leuke activiteiten voor jullie klaargezet. En één daarvan is vlaggen maken. Want wat is nou Koningsdag zonder de Nederlandse vlag? Nou, wij dachten, het is natuurlijk hartstikke leuk om met de mensen met wie je in huis woont, dat kan een gezin zijn, dat kunnen huisgenoten zijn, samen eens na te gaan denken over als jouw huis een land zou zijn, wat maakt dat land dan bijzonder? In Nederland hebben we natuurlijk het Koningshuis met Willem van Oranje. Dat betekent dat wij altijd met WK's en met Koningsdag uitgedost in oranje gaan. En daarnaast de kleuren van de Nederlandse vlag gebruiken. Rood, wit en blauw. Maar wat maakt Nederland nou nog meer bijzonder? Nou, wat ik bijvoorbeeld zou kunnen bedenken, kaas. Er zijn kaaskoppen. Wat maakt Nederland nog meer bijzonder? We hebben de molens, de tulpen. Dus zou je nadenken over hoe je dat zou kunnen laten zien in een vlag, dan zou je bijvoorbeeld een vlag kunnen maken met tulpen, kaas of molens. En zo kan je dat natuurlijk voor je eigen huis ook doen. De mensen die samen met jou in huis wonen, of dat nou familie is, of studenten, of nou ja, wat kan ik allemaal verzinnen? Misschien woon je wel op een kostschool. Die maken natuurlijk jouw huis bijzonder, samen met jou. Om even een voorbeeldje te laten zien. Wij zijn natuurlijk van Pionier. Wij maken veel kunstlessen. Maar ooit gingen wij ook naar school en ik zelf heb de modeacademie gedaan, ik heb mode gestudeerd, dus ik heb heel goed leren naaien. En daarnaast Manja, die straks met jullie de kronenworkshop gaat doen, die is heel erg goed in tekenen met potlood, met verf. En het is ook een beetje door de gezamenlijke creativiteit dat wij samen zijn gaan werken. En we houden ook heel erg van mooie dingetjes. Dus we zijn allebei heel erg visueel ingesteld. Nou, dat zijn eigenlijk al drie kenmerken. Die heb ik even samengevoegd in een vlag. Het idee is, ik ga je straks die vlag laten zien. Het idee is dat je straks na dit filmpje gewoon naar de lespagina toe gaat. Die staat hier op deze pagina. En op die lespagina bieden we je nog even wat inspiratie. En daarnaast kan je gewoon lekker aan de slag. Doe je het alleen, dan maak je gewoon lekker een vlag alleen voor jezelf. Doe je het samen met anderen, dan kun je het. Dan maak je een vlag voor jullie samen, uiteraard. De mensen die een pakketje hebben besteld, die hebben thuis Vliesafix gekregen. Dat is een soort van dubbelzijdig plakband voor textiel. Dat is met een strijkijzer te gebruiken. Het filmpje daarvoor staat ook op de lespagina hoe je dat kan doen. Heb je dat nog niet gekregen, wil je alsnog een vlag maken, heb je thuis stoffen en draad en naald en alles. Dan hebben we ook filmpjes op de lespagina neergezet waarmee je kan zien hoe je een heel de simpele rijgsteek kan maken. Dan kun je gewoon de vormen die je wil gebruiken op de andere stof rijgen. Nou, wat ik net al zei, we hebben een vlag. Ik hou van kleding maken, van naaien. Manja houdt van tekenen en we zijn allebei heel erg blij met kijken naar mooie dingetjes. Nou, de vlag is oranje, want Koningsdag. En je ziet nou mij niet meer, maar de vlag denk ik wel goed. Je ziet het oog, een naald, een draad die door de naald gaat en het potlood. Dat is onze vlag geworden. En deze gaan we nou laten wapperen buiten. Dus, ik wens jullie heel veel plezier. Goed overleggen, prettig samenwerken, maak er een feestje van. En ik hoop al die mooie vlaggen die gemaakt worden te zien. Je mag je resultaten delen. Je kan je foto mailen naar hoi@ikpionier.nl. Je kan ze daarnaast ook gewoon posten op Facebook. Als je dan even apenstaartje ikpionier gebruikt, dan krijgen wij daar vanzelf een melding van. En datzelfde geldt ook voor Instagram, apenstaartje ikpionier. Ik wens jullie een hele fijne Koningsdag. Probeer er een feestje van te maken. Dit is een unieke situatie. Waarschijnlijk is er maar eentje zoals deze. Dus je kan niet anders dan er het beste van maken. Heel veel plezier!